Op de N67 tussen Eersel en Eindhoven is vanochtend een gezin met hun auto van de weg geraakt. Oorzaak was een klapband. Daardoor verloor de bestuurder de macht over het stuur en reed in volle vaart in de sloot. De vrouw werd om haar verwondingen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man raakte licht gewond en moest alleen voor controle naar het ziekenhuis. De drie kinderen die achterin zaten zijn door de brandweer uit de auto gehaald en zij waren niet gewond.